In Biet reizig je ik viskend draf Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visje en we weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op paard met Sybrand van Haarsma Buma, oud-fractievoorzitter van het CDA en Joet de Dijbwagen Master van Ljouwet. Hier neemt mij naar het werken van zijn jeugd. Wie beziek je een speciaal kantoor? Oh, wat mooi. Mijn hart is in kermen. En we hebben Biet onder het Jippe Dolte. Sure, dat kan. Dat is een grutte. Ja, dat is een grutte. Ik ben onderwijs naar het centrum van Warkum voor een visdij met CDA-prominent en boagemaster van Ljouwet, Sybrand van Haarsma Buma. We hebben aansprutsen jonken de Sint-Gertrudeskerke, dicht bij uw visplak van Ljouwet. Heer Buma. Hoi, Tamme. Hoi. Hoi. Hoi, goed. We zijn in Warkum. Ja. Bijzonder plakveld. Mooi plak. Ik ben hier bijna, ja. Dit kind ook een heel bijzonder plakveld te wijzen, hè? Dit kerk, daar ben ik doopt, ja. Ja. En ja. Jongens in 65. Dat is een heel skoffel in. Toen weet ik er nog net. Ja. En kwam je met snijns ook altijd in deze kerk? Ik ging naar de snijskwallen, dat wie in de Klameren. Dat is er nou net meer, maar dat wie het cultureel centrum hierachter. Oké. Okay. En dat wie elke stein. Ja, wees. Ja. En dit is eigenlijk op een oren manier nog wel een heel bijzonder plak van jou. Hè? Want je rent het Jippe Dolte. De veert het Jippe Dolte in je del. Ja, wees. Daar ga ik hoor reetrieden. De Oversterntocht. Een jongetje 86. Ja, dit is echt prachtig gebouw. Ja, ja, en een grutte-tjerk van zijn Lietse Stijt. En ik herinner me dat als we vanuit de afstudiek naar Friesland rijden, waren de eerste de tjerke van Warkum weer Sienkoer. Oh, ja, wist je. En ja, altijd nog een beetje, als ik oor de afstudiek kom, en dan weet je, we komen weer in Friesland. We zijn weer in Friesland. We komen weer in Friesland. Ja. Sybrand en ik maken ons visk achterleer op een van de topstekken van Warkum. Joet gaan we visje met de verste stok op brazen. En wilst u kwarken op de Jippe Dolte Dobberiem, geen ik weer om naar Sybrand zijn bennenjeren in Warkum. Nou, we zijn krijgt al een bijzonder plak van jou. Jou ben je bennen. Ja. Hoe weet je vroeger? Hoe weet leven je vroeger? Nou ja, ik wie vier toen wij naar je snits gingen. Mijn huid wie Warkumaster hier in Warkum. Ja. En ik wie vier toen wij naar je snits gingen. Dus het binnen oren herinneringen die ik had. Ja. Maar toch nog wel redelijk concreet. Ik weet nog exact het rennen van hoes naar de Beukerskwallen. Oh. Wij wennen het daar achter in de Tjarenleen en dan gingen we zo langs de Dolte, Oerenbergen, deze kant op en dan weer de Beukerskwallen daarachter. Ja. En dat weer een beetje mijn vrood. En jong in vier weer en toen verhoes je hem naar Snits. Ja. Dus de eerste vier weer van je lippen ga je hier wennen. Ja. Destie is ik, maar daarna natuurlijk ik. Ben je, nou ja, de zoon van de boagemaster. Ja. Hoe wie dat? Nou, ik wist niet anders. Ik ben het mijn hele leven geweest. Nu ben ik het zelf. Ja. Maar dat was soms heel leuk en soms vond ik het ook vreselijk. Omdat mensen ook wisten dat ik het zoontje van de burgemeester was. Het zoontje van, ja, precies. Ja. Altijd opletten. Ik ben enorm opgevoed met wachten voor rood licht. Aan alle regels houden. Ja. En ik weet meer kinderen van burgemeesters die precies hetzelfde hebben. Je wordt wel bekeken. Ik was me altijd heel erg bewust van geen aanstoot geven. Misschien soms wel tot in het extreme, want zo ben ik ook heel erg opgevoed. Ik moest altijd heel netjes zijn naar iedereen. En wat ik ook herinner, er kwamen toch ook mensen aan de deur bij de burgemeester. Zeker in die tijd. En we leerden dus naar iedereen, wie het ook was, altijd netjes. Als je vader er niet is, zeg hem, vader is er niet, wanneer komt hij thuis? Ja. Dus we waren wel heel erg opgevoed met het besef dat dat zo was. En tegelijkertijd, ik wist niet beter, want mijn vader is altijd geweest. Ik heb natuurlijk nooit anders meegemaakt, tot hij met pensioen ging. Zit in bij. Ja. Ik denk ook in hem heen. Zie je dat er onder zit? Ja, ik heb wat. Ja, zie, daar zit hij nog. Heel mooi. Nou, wist het beter dan ik? Als dit, wat ja, ik ga altijd een eigen op de persoon richten en hier op het dabben. Heel mooi voorzichtig omheen, dan pak ik hem eruit. Ja, hebben ze. Prachtig, hè? Zo'n rede Iris, daar herkenst de blank voor. Noemen. Is dit jouw eerste visk? Ja, dat de allereerste. Ja, de allereerste. Jouw, ja. Nou, prachtig. Nou, dan gaat het. Zo.
country. We're dearly on the road. On down between the country. Way on life is a blessed one, I'm told. Wie hel je de angel in om naar een speciaal plak in Warkum te gaan? Het gemeentehuis onder de merk. De heid van Sybrand werkte daar als jonge boerenmaster master tussen 1962 en 1970. En de vlag is uit. Dat is ook zo mooi. De Warkumer vlag. Zullen ze dat speciaal voor rust dienen? Ja, ik hoop het. Dat is helemaal mooi. Wie je trap komt heen? Ja. En speciaal van Sybrand hebben we hier in het Warkumer archief spit. Oh, wat mooi. Dat is de oude Barkemaskamer. Mijn hart is een kamer. Ja, dit is jouw hart is een kamer. Ja. Ja, mijn hart die werkte, die is in stikken denk ik op de sneeuw. En dan wie de rest, hij wie de enige in het stadhuis. En dan mooi, kon ik mooi te badgen. Dan wie jouw hier als tekenen, bandje, badgen. Ja, yes. Plaatjes, boeken wie en dan. Ja, ja. Dat herinner ik me nog wel. Wat hebben we hier al even moois? Meester B. van Haarsma Buma als burgemeester van Workum geïnstalleerd. Dat is jouw height. Ja, dat is mijn height. Dat is 1962. Ja, ik ben van 64. Ik ben hier binnen. En dit is jouw height als burgemeester? Ja, ja, dat is mijn height. Hij wie nog aardig jong, of net? Jawel, want hij wie 30 doet er benemen worden. Ja. Want je komt wel echt uit een burgemeester. Ja, ja, en zijn height wie burgemeester van Starem en letter van Wim Brits. En ik denk dat hij 24 wie doet de burgemeester waard, ja. Oké, okay, dan ben je dan. Dus hij die let. Ja, dan ben jij ja, ja. En dan ben je heel dol. En ik ben heel dol. Ja, 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 ja. Ja, en wat betjut het nou voor die om hier weer te staan? Dat denk ik met mij ook. Ja, dat toch wel met al deze dingen. En dan denk ik toch aan mijn height die hier zo'n mooie tijd gewoon had. En daarom is het voor mij ook zo mooi om weer om te wijzen. Om toch in de zelfde plak te wijzen waar hij zijn hele lippen west helpt. Ja, en ik kan me vaststellen dat hij het echt heel mooi vond dat jouw burgemeester van Ljouwerdbaan. Ja, want dat had er nog weten. Ja. Hij is verstoord in 2020 en in 2019 werd ik burgemeester worden. En hij wie bij de installatie. Ik kan me vaststellen dat wel een heel bijzonder moment voor hem weer. En ik van jou, dat er daar nog bij was. Ja, maar hij voelde het mooier dat ik Kamerlid was. Ja. Ja, dit vond hij wichtiger. Ja. Zocht en viel wat elk gek zei. Wijberen hield ik meer dezelfde. Het klikje hield ik meer op high. Het klikje hield ik meer op high. We letten het oude gemeentehuis achter ons en gingen wij weer om naar ons plakje onder de Jippe Dolte om verder te visken. Hoe zie je nou als burgemeester weer om op de tiert in Den Haag? Ik heb daar heel veel geleerd, had het ook niet willen missen. Maar met name de dagelijkse onrust. Eigenlijk was er geen dag zonder crisis. Dat is het gekke van Den Haag. Alles is altijd een soort crisisstand. Iedere dag kan er ook iets kleins gebeuren wat toevallig het nieuws haalt. En hop, het is groot. Ja. En dat heb ik hier niet. Hier heb je toch net iets meer tijd om na te denken bij het werk wat je doet. En dat vind ik wel heel plezierig. Nou, ondertussen is natuurlijk een scaffolding, hè, dat jongen in Den Haag zie je. En ja, hoe zie je de notie nou en hoe het er nou ontdek je tegen? Nou, het is toch in een hele korte tijd nog wel heel erg veranderd. En ik zie wel met pijn in mijn hart dat er nog heel veel meer wantrouwen en afbraak is. Terwijl uiteindelijk de basis is dat je iets tot stand moet brengen. En wat ik dus met name in politiek heel erg belangrijk vind, je moet een basis hebben van waaruit je politiek bedrijft, een ideologie, een gevoel van, oké, hoe zou een wereld er idealiter uit moeten zien? En hoe moeten we met elkaar samenleven als mensen, los van wat Den Haag gewoon doet, ja, om de wereld een stukje beter te maken? En van daaruit maak je de keuzes. Ja. Ja. En als je alleen maar een keuze maakt, bepaald door wat speelt er vandaag, wat zegt de regering, dan ben ik dus tegen, dan kom je geen stap verder. Ja, Biet. Tja. Ja, dit is een mooie. En wat denk je? Dat is een grutter. Ja, dat is een grutter. Denk of een dikke brazen. Ja, dat is een hele mooie donkere brazen. Net de grootste, maar wel een heel mooie formatie. Moeten we hier delen of wat ook voor mij? Hey, maar het skip net. Zie je zo'n mooi grutterfisk. Machtig. Zie je zo mooi. Wat een beest. Ja, mooi net. Een dikke platter nemen ze dat.
En? Een brazem, een platter in de volksmond. Oh, dat werkt net. Ja. Nou, let hem even zwemmen, hè? Ja. Mooi. Nou, mooie visk. Als afsluiter van deze machtige dag. Nou, door was de grootste vis van. Mooi. Het weer een prachtige dag. Nije wieken in Biet. Griet Wiersma. Zien in mijn mooi naar haar driesem. Goeie.